Yes, daar zijn we weer. Mensen, jongens en meisjes, dames en heren, daar zijn we welkom. Vandaag is het tijd, eindelijk. Als het goed is. Voor een nieuwe kaasje update. En niet zomaar een update, echt een... Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe het dan zeker. Hopelijk streamen jullie nog lekker. Geen Cartier op Spotify. Het is echt bizar hoe snel het is gegaan. Nummer 1 in trending. Misschien, ik weet niet meer of het ook zo is dat deze video online komt. Op het moment dat ik het kijk, heeft hij 500.000 views. In minder dan 24 uur. En meer dan 100.000 streams. Bizar. In de beschrijving zal een linkje staan naar... Geen Cartier op YouTube en Spotify. Lekker streamen. Want ik denk dus. Zeg maar, ik had het nummer niet helemaal slim uitgevoerd. Hij moet het op vrijdag uitbrengen of zo. Maar als het zo doorgaat zoals het nu gaat, komt het nummer gewoon in top 50 Nederland. Sta ik gewoon in de top 50 met geen Cartier. Dat is bizar. Dus blijf streamen op Spotify. Dank jullie wel. En vandaag zijn we hier met een nieuwe kaasje update. Like deze video als je kaasje hebt gedownload. En ik wil eerst voordat we beginnen, wil ik even iets heel erg zeggen. Kijk, op het moment dat je naar de Google Play Store gaat. Zeg maar, want ik weet veel van jullie spelen kaasje in, op Google. Op je Android telefoon. Maar er zijn denk ik ook nog een paar die niet gedaan. Want stel je voor, kijk, ik ga nu naar apps. En dan naar populairste items. Dan staat hier. Scroll ik naar beneden. Populairste games. Oh mijn god. Ik sta niet meer op 1. Ik sta niet meer op 1. Hoe kan dit? Kaasje staat op nummer 2. Boba staat... Die. Wat is dit? Een shirt. Waar gaat dit over? Mensen, heb je Kaasje nog niet gedownload? Download het nou op Apple of op Android. Wil je het niet namens mij doen? Luister dan naar Acid. Download Kaasje. Of in een vlog van Hanwee kwam het ook voorbij. Download nu Kaasje. Download nou Kaasje. In ieder geval, vandaag een nieuwe update. Hartstikke leuk. Ik was even gesproken met Turione en ik zei, hello Turione. Dit is een nieuwe update. Een nieuwe feature. Ik wilde, ja, het was de laatste tijd was er veel gezegd met jump glitch. Hij zit er nog af en toe in, maar vaak niet. En ik was steeds bezig om eruit te halen. Maar het is wel, ja, een klein beetje moeilijk, zeg maar. Moeilijker dan ik gedacht had. Maar in ieder geval, ja, ik vond het jammer, want er was de laatste tijd niet zoveel nieuws meer bijgekomen. Dus ik dacht van, dit wordt een update. Nu gaan er weer nieuwe dingen in komen. En het is fantastisch. Ten eerste, het gouden kaasje. Het gouden kaasje, je krijgt het... Af en toe, zoals de parachute. Dan krijg je dubbele kaarsjes voor 10 seconden. Ik weet niet of het precies 10 seconden zijn. Maar nu, als je kaarsjes speelt, moet trouwens wel updaten. Dus ga even naar de Apple Store of naar de Android Store en druk op update. Ik weet trouwens nog niet zeker of je op de Apple Store al is. Want de Apple Store is wat langzaam. Op de Android Store is je sowieso al. Maar ja, dan weet je dat. Maar dan krijg je dus dubbele kaarsjes. Ik heb trouwens ook weer meer kaarsjes toegevoegd. Want er waren in de laatste... Ah! Er waren in de laatste update waren er iets minder kaarsjes. Dat kwam omdat, ja, we keken of dat de reden was van de jump is. Waar die hebben gevonden. Dat was namelijk met die brug. En dat hij dan inzakte. Daardoor hadden het spel te veel dingen moesten doen. Daardoor kreeg je soms de jump. Maar dus de kaarsjes zijn weer echt meer dan eerst volgens mij zelfs. En met dubbele kaarsjes krijg je voor een kleine tijdsperiode dubbele kaarsjes. Ik ga even kaarsjes spelen om te kijken of ik het kan. Ja, ik heb natuurlijk wel op iPhone. Maar kom, ik heb de testversie. Het enige nadeel is, ik kan dus niet de characters kopen op de testversie. Dan moet ik dus wachten op de echte versie. Die gaan we spelen. Misschien is het eerst handig om jullie de nieuwe characters te laten zien. Want oh mijn god. En daar zijn ze. Gio, dikke shout naar Gio. Ik had een bericht sturen van Wil en Kaas. Hij zei meteen, ja leuk. Gio, shout-out naar jou. Hij heeft een leuke sound. Die ga ik uiteraard niet laten horen, wat ik nu ook niet kan. Want ik heb niet genoeg kaasjes. Jammer. Hij heeft een erg leuke sound, moet ik zeggen. Zelf vind ik het erg grappig, maar ja, de rest ook vindt. Hij lijkt wel goed, vind ik. Ben ik eerlijk in. Dan hebben we Diamant. Nou echt, als jij een echte kaasjespeler bent, dan moet je hem vrijspelen. 250.000 kaasjes. Nou, je bent er even mee bezig, maar als je hem hebt, ben je absoluut een diamantenmannetje. Dat is één ding wat zeker is. We hebben ook nog twee die geldkosten toegevoegd. Ten eerste, Azzyboy. $4.99. Je ziet, hij heeft een beugel, want Matty had de 1500 kaarsjes gehad in zijn video. Die video gaat trouwens bizar viraal. Staat helemaal nergens op. Die heeft meer views dan mijn video dat ik de kaasje app maak. Hoe kan dat? Hoe kan dat nou? En het leuke is, al het geld wat Azzyboy verdient, zeg maar. Dus iedereen die Azzyboy koopt, al dat geld gaat naar Azzy. Matt zei eerst van, dan kan hij zijn studie betalen. Waarschijnlijk koopt hij er gewoon een nieuwe PlayStation van. Maakt niet uit, dat geld wat daarmee gekocht wordt gaat naar Azzy. Zo steun ik ook Azzyboy. En dan mensen, oh mijn god, mijn favoriete item in de nieuwe update. Dit is zo schitterend, dit vind ik echt prachtig. Kijk nou, het is mijn profielfoto op YouTube en ik heb een champa in mijn hand. Een champa! Absoluut schitterend, maar hij is dus €20. Ja, ik kan hem dus niet kopen, want ik weet het, ik krijg het niet voor elkaar. Dus hij is $20, €22, want... Ja, ik weet niet wat er precies gebeurt, maar volgens mij komt er een soort btw bij. Een soort belasting komt erbij ofzo. Mensen, als je nou die premium koen hebt gekocht, dan ben je natuurlijk de ultieme flex. En kan je tegen al je vrienden laten zien van, kijk, hier zijn allemaal paupers, want ik heb premium koen. Nou, dat wil je natuurlijk. Ongelooflijk. Wil je nou premium koen kopen op Android? Ga naar ikwiltegoed.nl. Dan kan je Google te goed kopen. En dan kan je premium koen kopen. Dat is wel dat je $22 koopt, niet 20. Want dan hou je het niet. Klein dingetje. Paar ruggen in de week. Nee, ik verwacht eigenlijk niet dat iemand premium koen gaat kopen. Want $20 is wel veel, €22. Maar mocht je dat wel doen, DM mij dan op Instagram. Want ik wil het graag zien. Naast ook de optie om geen advertenties te krijgen is erbij gevoegd. Staat hier rechtsboven. Daardoor ja, dat kost dan €3,50. En dan heb je geen advertenties. Nou, dat is natuurlijk top. En laten we nu maar even gaan spelen op zoek naar de nieuwe items. En dan, zoals altijd heeft Gio en meneer Mantje en Azzyboy en premium koen hebben natuurlijk weer een nieuwe sound met oppak van de parachute. Die ga ik natuurlijk niet laten horen. Oké, we gaan even spelen met gewoon normale koen. Ik ben even op zoek naar het gouden kaasje. Trouwens nog een update mensen en dat is het
groene schimmelkaasje. En hier moet je goed oppassen, want met dat groene schimmelkaasje worden voor een paar seconden je knoppen omgedraaid. Dus liggen is springen en springen is liggen. Ja, dat is echt levensgevaarlijk. Geloof mij, daar gaan echt veel mensen dood. Dat gaat veel mensen boos maken en daarom heb ik het er ook zeker in gedaan. Zoals je ziet, ik heb de jumpers niet meer. Dikke... waarom druk ik in godsnaam op pijltje naar beneden? Ik ben zo slecht zelf. Maar de parachute is ook iets langer geworden, dus kan je ook weer wat meer kaarsjes halen. Parachute is natuurlijk ook over het algemeen heel makkelijk, maar niet als je maar naar beneden drukt. Echt bizar dat ik dat deed. Even die dingen vinden. Daar is hij! Oh, nu is alles omgewisseld. Oké. Links is nu springen, rechts is liggen. Als je eenmaal door bent, is het goed. Maar als je te laat bent, dan ben je de lul. En dan nu dan hoor je weer tjung. En dan is het weer goed. Ben je weer helemaal normaal. Ik ben zo benieuwd hoeveel mensen hier doen. Oh nee, niet nog een keer! Nee! Oké. Kaasje, makkie. Oké, ik heb het overleefd, mensen. Ik heb het overleefd. Weet je wat normaal kaasje in een minuut kon krijgen? Maar nu kan je toch wel, ben je geluk, hou je wel 150 kaasjes in een minuut. Dat is wel goed. Nu wil ik alleen nog even het gouden kaasje. Dat is natuurlijk, dat is helemaal lekker. Dan heb je toch ongelooflijk veel saaf, jongen. Dubbele kaasjes, dat is echt zo lekker. Maar mensen, ik wil nog even één ding duidelijk maken. Heb je kaasje nog niet gedownload? Wat ben je nou aan het doen? Dit is de app. Op Apple Store staat hij nog steeds op nummer 1. Inmiddels 700.000 downloads samen, zeg maar. iTunes en Apple. iTunes en Apple, ja. Het is helemaal geen naar beneden knoppen zitten hebben. Waar druk ik dan? Ik druk er gewoon niet op springen. Ongelooflijk. Nou, dat gouden kaasje is schaars dan ik dacht. Dat weet ik wel. Oh, dat is hij weer. Stel je voor, je zit op je highscore. En dan krijg je dat geit daardoor dood. Het groene kaasje. Nou, dan snap ik dat je telefoon door het raam gooit. Oh, niet weer. Hé, geef me eens dat gouden kaasje. Nee, dat is dus. Klein foutje erin zit. Klein foutje. Dat als je te snel op naar beneden gaat drukt, dan komt hij weer omhoog. Klein foutje. Maar het wordt weer gefixt in de volgende update. Dus je moet even wachten totdat je naar beneden klikt. Anders ga je hartstikke dood. Het gouden kaasje is hij. Hartstikke idee. Kijk maar even gaan, jongen. Als een gek. En dan is het klaar. Dus ik denk ongeveer 5 seconden of zo. Maar dan kan je wel even flink kaasjes verdienen. Dikke webblets. Maar in ieder geval, dat zijn nu dus de nieuwe updates. En wat ik dan nu wil gaan doen, is even gaan kijken of mensen alweer video's hebben gemaakt over de update. Ten eerste, dit kan dus niet. Dit moet heel snel terug. Ken je nou mensen die een Android-telefoon hebben, maar ook een Apple-telefoon en kaasjes nog niet hebben? Zeg dan, download nou gewoon. Ik zie het overal voorbij komen. En dat doet mij goed. Want zo hoort het ook. Maar download nou gewoon die app. We hebben hier iemand kaasje update alle nieuwe poppies unlocken. Hij heeft nog niet Koen gekocht. Dat kan toch niet. Geen advertenties voor 3 euro. Nou, dat gaan we dus niet doen. Oh. Die advertenties maakt niet heel veel uit. Oh. Hij gaat advertenties, no ads gaat hij niet kopen. Als hij premium Koen maar koopt. Wat zal er nieuw zijn qua skins? Hij heeft 325.000 kaasjes. Waar gaat dit over? Nu is dingetje alsnog veel te goedkoop. Diamant. Is ook allemaal hetzelfde. Oh, nieuwe. Gio. Ja, die gaan we kopen. Diamond. Ja, die ga ik zeker kopen. Ja, hij kan hem gewoon halen meteen, die diamond. 20 euro premium Koen. Essie Boy 5 euro. Oh, dit is een leuke update. Ja. Kijk hem gaan. Diamant, kijk hem gaan, meneer Mandje. Dit was schitterend. Zeg, hij heeft hem gewoon. Hoe kan dit? Oh, groene kaasjes. Wat is dit? Huh? Wat is dit? Hij wisselde om. Hè? Hoe kan dit nou weer? Ja. Hij is geprankt door het steenkaasje. Hey, langere parachute. Ja, langere parachute inderdaad. Die zijn langer. Dus dat is ook leuk. Want die parachute vond ik de vorige keer al echt een leuke update. Dus dat is zeker een goeie. Ja, mensen, ik kan jullie vertellen. Ik ben meteen alweer bezig met een nieuwe kaasje update. Want ik zit er nu echt lekker in. Ik vind het gewoon chiller om met dit soort dingen bezig te zijn. Alleen maar met die kutglitches. Maar in een nieuwe update. Ik ga jullie vertellen. Er komt een nieuwe wereld. Hij gaat helemaal gecustomized worden. Echt sick. Echt, hou het op de hoogte. Ga kaasjes spelen. Er komen ook weer nieuwe characters aan. Dus absoluut. Vaar naar die kaasjes. Kaasjes spelen na de update. Wat is er nieuw? Wat is dit dan? Wacht, hè? Hij telt er ook in. Kaasje 3, nieuwe kaasje update. Ewa gangsters. Er is een nieuwe update in kaasje. Nee. Download nou kaasje. Ja. In de App Store op nummer 1 staat. Dat gaan we niet doen. Besef dat in de Telegraaf video. Download nou kaasje. In de App Store op nummer 1 staat. Dat gaan we niet doen. Dat ze daar zeggen van, nee, dit gaan we niet doen. Als wat ik zeg gewoon in een Telegraaf interview. Download nou kaasje. En slaan er gewoon in. Dat vind ik nou schitterend. Paren in de week. Ik ben nooit weg geweest. Brokken nog reben. Nee, ik hoef geen kaartje. Dit slaat helemaal nergens op. Maar wel een goede video, daar niet van. Dit is niet saai. Ik wil graag dat je achterlaat in de comments wat jij daarvan vindt. Vind je dat ik moet doen dat je de nieuwe wereld straks moet vrijspelen met kaasjes? Wat iedereen de nieuwe wereld kan spelen. Ik ben benieuwd, laat achter in de comments. Ik ben echt benieuwd ernaar. Ga ik nog even kijken wat deze fans zeggen over de kaasje update. Ah, heel de video is gefreezed. Superleuke video. Superleuke video, er gebeurt helemaal niks. Ah, Maribo. Leuke video, man. Ah, dit vind ik echt zielig. In ieder geval, mensen, download kaasje. Download de update. Hou mijn Instagram in de gaten, want daar ben ik altijd het eerste als ik updates doe en zo. En vertel erover. Dat is helemaal leuk, helemaal lachen. Download nou kaasje. En ik zie jullie graag bij de volgende video. En lekker kaasje spelen! Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals. En het
refrein, maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen, zit er sneller voor op FIFA en ging onderweg een tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbel. Wat de kippen tegen de muur aan loopt. Tok, ik heb dit volgens mij al een keer gemaakt, maar ik vind hem wel leuk. Maar stuur mij nou moppen!